Ik bel naar aanleiding van de advertentie van de bruidsjurk. En ik zit een beetje in de financiële problemen. Kunnen niet nog ertussenin gaan zitten? Hey, welkom bij Er zit niks in de... Oh! Is dit 5K? Oh! Wat dit? Hey, ik had dit nog helemaal niet opengemaakt. Ik heb nog nooit zoveel geld in mijn hand gehad. Het is echt, hè? Het is niet voor de fat toen nu gaan scheuren of zo. Welkom bij Money Matties, de show waarin ik samen met deze drie knappe mannen strijd voor money. Vandaag 5000 euro voor de allerbeste marktplaatsonderhandelaar ever. Let's go, bitches! Beste marktplaats wat? Onderhandelaar. What? Deze man weet helemaal niks. Je hebt toch wel een keer het hele ding geleerd? Nee, welk ding? Je weet nooit iets. Volgens mij, als je aan het werk bent, weet je niet eens... Wat? Ik moet editen? Hè? Let's go! Doe hem erin. Ja, ik kan het toch niet binnen? Je hebt daar niks. Oh, dit! Blijf van de lul af. Doe eens een nieuwe take, kan ik even tegen de editor praten. Wat? Ik moet editen? Bij mijn uitleg moet het zo'n Expeditie Robinson-achtige uitleg worden. Wat? Money Matties leden. Wow. Achter jullie staan maar liefst... 12 dozen. Aan jullie de taak om een doos te pakken. Om deze doos open te maken en om te kijken wat erin zit. Dan pak je je telefoon en bel je het nummer van de advertentie. Degene die procentueel het meest weet af te dingen, wint deze aflevering van Money Matties. Ik heb wel eens marktplaats gebruikt, dus ik ben denk ik wel goed kans maken. Maar ik weet het niet. Het is natuurlijk een goed spel, een goede tegenstander is, dus ik vind het wel spannend. Ja, ik heb 2 jaar professionele saleservaring. Telefonisch, deur aan deur en B2B. Dus ik denk dat dit een koek en ei is voor mij. Een koek en ei? Hoe noem je dat? Dit is een koek en ei. Dit is een koek en ei. Editor? Dit is stand nee, dat gaan we niet oplossen. Dit is laat het allemaal in, alsjeblieft. Ik heb het idee dat ze gewoon achter me aan zitten, allebei. Ik vind het echt... Ik vertrouw ze gewoon niet, dus ik ga gewoon kijken wat ik kan doen. Misschien een mobiele netwerk afsluiten of zo. Ik ga winnen. I know for sure. Ik ben allerbeste. Dat is je baard. Dat is je baard, Kel. Zo'n baard. Oh, Kelvin moet eerst. Ik begon. Waarom heb jij zo'n app ook? Ik vind het wel vet. Nice man, content. Lekker. Oké, wat ga ik kopen via Marktplaats? Een keyboard. Oké, even kijken. Ik heb hier een Yamaha keyboard. €220. Jeetje man. Waar is mijn koffiepik? Waar is mijn content. Quinten, we zijn aan het filmen. Waar is mijn koffiepik? Daarachter. In plaats van 220 wil ik hem voor 170 hebben. Oké. Okay. Goedemorgen, ik spreek met Kelvin Boerma. Ja, goeiedag. Hi, ik bel even over de Yamaha keyboard op Marktplaats. Ja. Ik heb wel interesse. Neem maar dat je me eerst even wil bekijken. Ja, het is voor een vriend van me. Ja. Dus het wordt een cadeautje. Ik weet zelf niet zo heel veel van keyboards af, maar dan neem ik eventjes iemand mee die daar verstand van heeft. Ja. Maar ik zat zelf nog even te kijken of we misschien, nog wat aan de prijs kunnen doen. Want hij is net iets te prijzig. Oké. En waar zit je aan te denken dan? Ik zat zelf aan €150 te denken. Oh, dat is wel wat aan de lage kant waar ik... Kijk, ik wil best daar nog wel iets afdoen. Maar ja, ik zat dan wel aan zo'n... €180 wil ik er wel aan overhouden eigenlijk. Dus als we daarop uit kunnen komen, dan vind ik het prima. Ja, en als we in het midden gaan zitten? Dat is 100, 165? Nou, ik zit nu wel echt op de ondergrens hoor.
En 175, ik had stiekem zelf 175 in mijn hoofd. Dus ik dacht, als we daarop kunnen eindigen, dan zou dat helemaal te gek zijn. Wat mij betreft is dat prima. Goed, ik zet hem op gereserveerd en nou, dan wacht ik op jouw reactie. Oké, bedankt. Ja. Oké. Dag. Yo, hi. Braaaaaa! Ja, dat ging zo makkelijk. Dat heb je wel goed gedaan, hoor. Denk aan die 5000 euro. Ik moet best wel nodig kakken. Ik ook. Ik ga even. Ik nou, ga als jullie even willen kakken. Tegen de tijd dat jij. Kakpauze. Kakbreak. Michael, let lekker de mic aanstaan, want dan kan je ons. Oh shit. Heb je lekker gekakt? Ja, ik heb lekker gekakt. Heb je handen gewassen? Wish me luck. Ja, ik heb mijn handen gewassen. Ja, ik ga niet aanraden. Wish me luck. Gas, pak een doos. Wens me succes. Nee. We zien het nu. Doe het open. Pak hem maar. Open. Prima. Een bruidsjurk. Afding op een bruidsjurk. Yes. Hoeveel is die? 299. 299. Nieuw. Maatje 38 tot en met 40. Chiffon bruidsjurk. Hallo, met Rosa. Een hele goede middag met Quinten Pol. Ik bel naar aanleiding van de advertentie van de bruidsjurk. Ik heb, het is een beetje een gekke situatie, maar ik had iemand beloofd om een bruidsjurk cadeau te doen voor kerst. En ik zit een beetje in de financiële problemen. En ik wil graag die belofte vasthouden. Dus ik vroeg me af of we nog wat aan de prijs kunnen doen. Maar ik zat wel meer te denken aan 150. Is dat mogelijk weer, 150? Ja, dat is een beetje... Ja, weet je, dan heb je het geld wel vandaag en kom ik hem ophalen. Dus voor 200 wel. Oké, dus 200 euro is echt het minste. We kunnen niet nog ertussenin gaan zitten. Want dat zou me echt, elke euro zou me helpen op dit moment. Is, ja, 200 is echt waar, ja. Dus de laatste prijs. Oké, nou ja, dan is dat alles wat ik kan doen. Alright, zie ik je vanavond, vanmiddag. Oké, doei doei. Boeiakatja! Fuck! Wat is dit? Hij zegt 150, ze lacht hem niet eens uit. Dat is de helft, hè? Het ding was 300 euro. Hij zegt 150, zij zegt gewoon... Oh, nou even kijken, ja, 200. 100 euro eraf. Oh! Gewoon horen welk bedrag je had gaat krijgen. Een kinderauto. Een kinderauto? Een kinderauto. Rich people hebben dit. Okay. And rich people don't give a fuck about money. They give a fuck about wanneer kom je het ophalen, please, zo snel mogelijk. Waarom zit jij hem een hele strategie te tekenen? Ik wil dat jij niet wint. Ik ga... Je nee. staat voor. Nee, fuck. Je staat 2-1 voor. Advertentie nummer 2. Fabienne. Hi, Fabienne met Jart. Goedemiddag. Hi. Goedemorgen. Ik bel over de elektrische kinderauto die op Marktplaats staat. Oh ja, ja. Ik vind het een ontzettend leuk cadeautje voor mijn nichtje. En ik zit een beetje in tijdsnood, maar ik vroeg me af... of ik die bijvoorbeeld vandaag nog zou kunnen ophalen en of we iets aan de prijs nog zouden kunnen doen. Ja, doe een bod zou ik zeggen. Het hoogste bod wat er nu staat is 75. En ik vroeg af of ik dat zou kunnen matchen. En dan kom ik hem ergens de komende dagen ophalen. Dat is goed. Dan zou ik die ander wel even afberichten. Mm-hmm. Oké, nou dat is helemaal goed. Dan hebben we een deal. Ja. Oké, super, dankjewel. Oké, doei. 40% niet bang voor! 40%? Maar dat was het bot wat daar stond. Ja, gewoon geen moeite. Ik ben wel blij dat hij is uitgesproken. Ja, ik ook. Lekker dat hij is uitgesproken. Bot, sta aan jouw fucking kant! Ja, nu. Ik kan niet meer winnen. Quint is ook uitgeschakeld. Oh. Jart spant de kroon met 40% korting. Pol. Ik moet 42, 43, Pol. Iets. Pol. 50. Het fijn is inderdaad wel, als je niet als eerste gaat. Videocamera. Nice.
kan je daarmee werken. Ik vind het een mooie videocamera. Paul is al op zoek naar een videocamera als hij meer dan 40% korting heeft. 125, 1290 videocamera. Oude videocamera is dit. Kijk, dit is nice. Jezus, wat een oude ding. Ja, dit is perfect. 125 euro. Paul heeft een videocamera gevonden op Marktplaats voor 125 euro. Zelfde prijs. Meer dan 40% korting en je wint. Een mobiel nummer. Ja, goedemiddag of morgen. Je spreekt met Paul. Ik bel eventjes naar aanleiding van de Marktplaats advertentie van de Sony camcorder. Ja. Ik zoek eigenlijk precies deze, want ik heb hem al eerder gekregen van mijn opa, maar die is, die heb ik laten vallen en die is echt kapot gegaan. Heel zonde, maar ik zou hem ook gewoon meteen kunnen ophalen. Ik weet niet of die nog beschikbaar is. Oh, jawel hoor. Gewoon thuis. Oké, okay, top. Echter is het wel één dingetje dat ik hoopte dat er nog iets aan de prijs gedaan kon worden. Nee, dit is echt de laatste prijs. Oh nee joh! Oké. Okay. Ja, want ik had zelf iets van 73 euro nu in totaal. Nee, dat kan niet. Dan kan ik hem wel meteen ophalen. Ik weet niet of dat kan. Oké. Oké, bedankt. Doeg. 5000 euro voor Jack Struik. Alsjeblieft. Abonneer op mijn kanaal, like deze video. Volgende week weer een nieuwe Money Matties. Later. Ik had met mijn vriendin afgesproken dat we deze auto moesten gaan halen. En blijkbaar heeft zij gisteren dezelfde auto al gehaald. Ik heb een beetje slecht nieuws, want ik moet denk ik toch mijn bot intrekken. Schijnbaar had al iemand eentje aangeschaft. Oké. Okay. Dus, dan houdt het op. De deal kan jammer genoeg niet doorgaan. Voor de jurk. Voor de jurk, voor de bruidsjurk. Ja, ik begrijp helemaal goed. Oké, okay. Ik dacht dat ik het kon missen, maar ik kan het toch niet missen. Oké. Okay. Dus wanneer kan je ophalen? Ik kan het niet missen. Dat is helemaal niet. Dus 150 ook niet. Nee, nee. 150. Okay. Ze zijn 150. Ze zijn 150. Ze zijn nog 150. Ze zijn nog over 150 kunnen doen. Moet je dat nu nog even doorheen Fucking mooi, hij had nog 150 kunnen doen. Jart heeft aflevering 4 van Money Matties gewonnen. En dat betekent dat hij net als vorige week de 5000 euro moet blijven verdedigen. Want degene die als eerste 4 afleveringen heeft gewonnen, gaat officieel naar huis met het geldbedrag.